Welkom bij de Pinkster Races van de Formula Swift Cup op circuitpark Zandvoort. Mijn naam is Glenn Coronel en ik hoop dit seizoen hoge ogen te gooien in de Formula Swift Cup. Veel plezier bij het bekijken van de Pinkster editie van het Swift Cup journaal. Brandweer staat het gehele weekend paraat om direct in actie te komen. Wat is precies hun rol en hoeveel brandweermannen zijn er gedurende het raceweekend in actie? Oké, de brandweer Zandvoort staat ook voor de races op circuit. We zijn vandaag met 7 man aanwezig. 6 man op de auto, 1 man bij de wedstrijdleiding. Bij de wedstrijdleiding wordt alles in de gaten gehouden. Mocht er iets gebeuren, dat er een ongeluk gebeurt, dan gaat de brandweer eruit. We hebben 2 soorten dingen waar we uit kunnen. Dat de auto's mensen bekneld zitten in de auto en dat er een autobrand is. Als iemand bekneld zit in de auto, dan hebben we hier de knipsmullen erin zitten. Dan halen we de auto uit elkaar en we kunnen zo veilig de coureur uit de auto halen. Brand hebben we ook. We hebben hier een haspel. We hebben 2000 liter water aan boord, dus de brand krijgen we uit. Brandt die heel erg, dan hebben we hier nog schuim aan boord zitten, waardoor we de auto helemaal gaan volschuimen en de brand uitgaat. Nou, dat is waarvoor de brand hier op circuit is. Eerste race van de Suzuki Swift Cup op maandag. Ik heb hem gewonnen. Het was echt een hele mooie race. Ik start als tweede. Nou, super positie. Ik was goed weg. Gelijk achter Niels Langeveld aan. Het ging hartstikke goed. Ik heb alleen aan het begin veel van banden gevraagd. Ik zag Niels op een gegeven moment wegvallen, want zijn banden werden slecht. En ik dacht, nou, misschien kan ik hem nog wel eens gaan winnen. Een mooi gevecht gehad met Peter Schurs. En een super mooie race, eerste. Hallo, ik ben Nick Hummel. Nieuw dit seizoen is de computergegevens van de snelste coureurs worden vrijgegeven aan de andere coureurs. Hoe gaat dat in zijn werking en wat hebben de andere coureurs aan deze info? Ja, elk jaar heb je weer nieuwe rijders in de Swift Cup, maar je hebt ook bestaande rijders. Rijders die al een jaartje rijden of 2 of 3 jaartjes rijden. En hoe je het wendt of keert, er is altijd maar eentje de snelste. En de vraag is altijd, hoe doet hij dat? Dit is zeer belangrijk voor zeker beginnende mensen. Want met deze data kun je kijken, waarom is deze jongen zo snel? Waarom kan hij het rondje wel afleggen in die tijd en ik niet? Wat kun je zien op die data? Je kan zien de rempunten, het instuurpunt. Waar ga je op het gas? Welke snelheid ga je de bocht in? Dus je kan aan de hand van data van iemand anders heel makkelijk jezelf verbeteren. En dat is heel goed om de klasse dicht bij elkaar te krijgen, zodat eerstejaars snel opschieten en naar de voorste regionen gaan.
En ja, de jongens die het al allemaal kunnen, die hebben een beetje nadeel. Want de jongens die pas komen, die krijgen hun data en kunnen daarmee sneller naar voren rijden. In het Zwift-journaal van de paasrace stelde ik 7 nieuwe coureurs voor. Ik heb er willen graag nu ook nog 3 voorstellen. Dat zijn de debutanten. Dan beginnen we met Bart van Os. Bart van Os. Dan hebben we Nick Hummel. En vandaag eerst op podium Dennis van der Laar. Nou, mijn race die ging echt super. Het begon al met de start, de eerste 2 een valse start. Na de dag, nou, 2 minder om in te halen. En het licht bleef heel lang rood. Iedereen dacht echt, die was een beetje verward. En ik super start, echt in één keer naar nummer 1 kunnen rijden. En dacht, nou, fantastisch, ik ben 1. Hup, wegrijden, achter me zijn ze niet zo snel. En mijn race gewoon in mijn uppie, lekker rustig, niet hoeven stoeien. En ja, ze kwamen niet dichterbij ook, omdat ze achter me wel aan het stoeien waren. Ik nam geen risico, gewoon lekker rustig rijden. Steeds iets uitlopen toch wel. Wel echt een fantastische race. Dus super. Met 10 nieuwe coureurs in het 4e seizoen is de Formula Suzuki Swift Cup een ongekend succes. Wat vindt Suzuki-importeur BV Nimag van de grote populariteit van de opstapklasse van Nederland? Toen we in 2007 met de Swift Cup begonnen, was een van de doelstellingen om een kweekvijver te creëren voor jong racetalent. En ik denk dat we nu een aantal jaren verder zijn, in alle bescheidenheid kunnen concluderen dat we daarin hartstikke goed geslaagd zijn. Dat wordt onder meer bewezen door het feit dat meerdere talenten inmiddels in hogere klassen rijden. En zelfs daar ook successen behalen, overwinningen behalen. Dus dat geeft denk ik wel aan dat de doelstellingen wat dat betreft bereikt wordt. Wat verder goed is om te zien, is dat de leeggevallen plekken die door de doorstromers zijn opengelaten, dat die direct worden opgevuld door nieuw racetalent. En dat geeft aan dat de opstapklasse, dat een echte opstapklasse is met een lage, die zeer laagdrempelig is. En dat past precies bij de merkwaarde van ons merk Suzuki. Dat immers staat voor sportiviteit en kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Dus daar komen de kernwaarden van ons merk, sluiten prima aan bij de Swift Cup. Verder hebben we van de organisatie begrepen dat het uniek is dat een raceklas in het 4e seizoen nog zoveel debutanten kent. En dat is nogmaals een bewijs dat de Swift Cup absoluut het bestaansrecht heeft en toegevoegde waarde heeft. En wij als importeur van Suzuki zijn al ontzettend trots dat het zo goed gaat met de Swift Cup. En zoals jullie zien staat de volgende generatie coureurs staat al te wachten. Dit was het Swift Cup journaal van de Pinkster Races op Circuitpark Zandvoort. We hebben vorig jaar een hartstikke mooi jaar gehad, maar niet het podium weten te halen. Dit was mijn eerste podium tijdens de Pinkster Races hier. Dat gaan we proberen voor te zetten. Over 2 weken komen we alweer in actie, want er staan de wereldberoemde Masters of Formule 3 op het Circuitpark van Zandvoort op het programma. Hopelijk tot ziens op zondag 6 juni aanstaande bij de Masters.